We weten allemaal dat het verschil met mannenvoetbal, zeker financieel, is enorm. Als je kijkt naar de bestverdienende vrouw bijvoorbeeld. Is Marta bijvoorbeeld, is de bestverdienende vrouw in de wereld. Zit rond de 400.000 euro. Daarna gaat het naar 70, rond de 50.000 euro. Kijk, hier heb je Marta 400.000, Abby is 190. Ja, Alex Morgan heb je ook nog 4 ton. Dit is wel echt het maximum. Je weet dat in Engeland betalen ze dit per week. Ja, dat klopt. Doel, steekt dat jou, dat er nog steeds dat grote verschil is? Ja, absoluut. Je weet dat er de afgelopen jaren ontzettend grote stappen zijn gemaakt in het vrouwenvoetbal. En ja, je weet daarnaast ook dat eigenlijk in het mannenvoetbal die bedragen steeds maar weer omhoog gaan. En dat voetballers steeds meer eisen. En ja, eigenlijk vind ik het ook wel weer mooi dat wij vrouwen gewoon echt voetballen om het plezier en om de lol. En echt om de wil die je hebt. En ja, dat merk je in Nederland natuurlijk gewoon heel erg. Dat de meiden gewoon eigenlijk werk en voetbal moeten combineren. Waardoor je niet 100% focus op het voetballen zelf kunt hebben. Er zijn ook kenners die zeggen van eigenlijk is het vrouwenvoetbal veel puurder. Door heel veel zaken als matchfixing die spelen bij de mannen en nog een aantal andere zaken. Ervaar je het ook als een veel puurdere vorm? Echt genieten van de sport zelf? Ja, dat denk ik wel. Vooral buiten het veld om. Ik geloof best dat de mannen op het veld net zoveel genieten als dat wij doen. Maar ik denk, voor ons is het allemaal wat makkelijker. De media-aandacht is minder groot. Je bent relaxter bij je club. Wat ik al zei, je focus ligt volledig op het voetbal. Nu ik in het buitenland voetbal. En dat maakt het natuurlijk wel allemaal wat makkelijker.